Weet je nog wat jouw laatste Europese doelpunt voor Feyenoord was? Uh, nou, nee, eigenlijk niet. moet je me helpen. Dat was uh, in 2005 tegen Boekarest in die wedstrijd zonder publiek hier. Yes. Ja, ja. Nou ja, dan weet je. Dat was een mooie goal. Alleen ook een heel vreemde, hele vreemde wedstrijd. Uh, maar ja, wel een schitterende goal. En helaas heb ik in mijn carrière ja, vaker zonder publiek uh, ja, moeten spelen. En dat is eigenlijk het meest verschrikkelijke wat er als voetballer is. Snap je daardoor de maatregelen die nu genomen zijn? Want dat is natuurlijk het angstbeeld. Als het nog een keer misgaat, heb je echt een wedstrijd volledig zonder publiek. Nu doet dit ook wel wat met de sfeer. Hoe sta jij erin? Ja, het doet gewoon uh, verschrikkelijk pijn op het moment dat je niet uh, zo kan spelen voor zo'n fantastisch stadion met zo'n fantastisch legioen. Uh, op zulke avonden. Ik bedoel, uh, dat is waar we met z'n allen hard voor knokken om uh, die avonden weer terug te krijgen en dat met elkaar te delen. Alleen. Ja, ik snap heel erg goed dat het bestuur, dat Feyenoord, gewoon echt uh, letterlijk met de rug tegen de muur staat. En niet anders kan. En dit kost gewoon... Uh, ja, dit, dit, iedereen, is hier, uh, uh, iedereen heeft hier pijn van. En misschien heeft Feyenoord zelf wel de meeste pijn ervan. Het is, uh, nou ja, ik zal netjes blijven, verschrikkelijk voor ons. Uh, verschrikkelijk voor de supporters. Maar ja, de club uh, moet hier misschien nog wel het meest onder lijden. En dat is gewoon jammer. En ja, ik vraag mezelf dan wel eens af van... Ja, wat kan je als club nou uh, nog meer dan doen dan dit en is dit de, uh, de, de manier uh, hoe we met z'n allen door moeten gaan in het voetbal en uh, ik denk dat er meer samenwerking moet komen ook hè, met, uh, met UEFA en de FIFA, hoe we dit, uh, ja, hoe we dit probleem uh, kunnen oplossen, want we kunnen niet alleen maar de schuld uh, bij een club leggen. Over het voetbal zelf dan maar, hè, dit ja. weekend tegen Excelsior, Stadsderby. Wat heb jij met derby's? Je hebt natuurlijk een paar hele, hele pikante heb je, heb je gespeeld. Deze is in die gradatie misschien wat minder, maar, maar hoe, hoe sta je erin? Ja, zijn de allerleukste die er zijn. Uh, ja, bedoel, met, uh, ik bedoel, ik zie Feyenoord eigenlijk toch ook wel een beetje als een, als ja. een derby. Uh, uh, in ieder geval een echte klassieker. Nou ja, uh, Liverpool, Everton en Fenerbahçe, Galatasaray, dus noem het maar op. Uh, ik ben ze wel gewend, alleen ja, Feyenoord-Excelsior is natuurlijk weer een hele andere gradatie. Uh, ook speciaal in de vorm dat uh, ja, de Feyenoord en, en Excelsior toch heel veel uh, met elkaar hebben meegemaakt. Uh, veel hebben samengewerkt. Maar ook wel weer een hele leuke wedstrijd van twee ploegen die het gewoon uh, heel goed doen op dit moment. En heel goed, erg goed in vorm zijn. Uh, en dat maakt het ook wel weer interessant. Ja, jullie hebben zelfs een doelsaldo van, van 8-0, een 100% score. Is vooral dat doelsaldo iets wat, wat heel veel vertrouwen geeft? Want je ziet vaak ploegen die heel weinig tegengoals incasseren. Ja, dat zijn de ploegen die het echt goed doen en stabiel zijn. Nou ik vind gewoon uh, de manier hoe wij uh, de afgelopen drie wedstrijden spelen en de manier waarop we gewonnen hebben dat dat heel veel vertrouwen geeft en uiteindelijk zie je dan ook in, uh, in de resultaten en de statistieken uh, dat dat uh, de bevestiging geeft. Ja, als je 0 doelpunten tegen krijgt en 8 voor ja, dan is dat een, een prima uh, statistiek en dat is iets waar je mee, uh, mee verder wil. Dus het begin is erg goed, maar ja, morgen zul je toch weer gewoon op nul moeten beginnen en zorgen dat je verdient om die, uh, ja, om die punten mee te nemen. En, uh, ja, dat, dat willen we met z'n allen doen. We willen hè, dat, die goede start die we, die we hebben, die willen we een vervolg gaan geven. En dit zou ook een, een prima mogelijkheid zijn om het eerste gedeelte. Uh, straks gaan alle jongens weer naar het Nederlands elftal of voor hun land spelen waarvoor ze uit uh, mogen komen. En uh, dan sluit je gewoon een, een heel goed blok af op het moment dat je morgen wint van Excelsior. En dat willen we gewoon met z'n allen. Het was tegen Heracles bij wel heel erg slordig. Hè? Hebben jullie uh, nu een aantal dagen verder zijn daar wel de vinger op kunnen krijgen van waar dat hem in zat? Ja, nou kijk, je weet gewoon dat je in een seizoen nooit elke wedstrijd uh, uh, zo goed kan spelen als bijvoorbeeld tegen Groningen. Uh, alleen dan heb je wel een bepaalde basis nodig en een bepaald karakter in het team. Hè, dat je gewoon niet te veel weggeeft. En dat, daar hebben we absoluut voor gezorgd uh, uh, vorige week uit in Heracles. Ik had uh, ook het gevoel dat we gewoon die wedstrijd niet gingen verliezen. Uh, Heracles dat ons wel onder druk zette, uh, maar dat niet uh, resulteerde in kansen voor hun, vond ik. Tot in de laatste seconde van de wedstrijd. Uh, maar ik ben het met je eens dat we, zeg maar puur op bal bezit, dat we dat uh, beter hadden kunnen doen. En dat we wel degelijk de mogelijkheid hebben gehad om eruit te kunnen voetballen. He, dat hebben we van de week nog even geanalyseerd, uh, hoe we daarop vooruit kunnen gaan. Ja, en als je dan uh, de, de, de trainingen ziet, uh, ondanks dat het, uh, dat het warm is, uh, vlogen we er niet uh, de vonken van het veld af uh, vanwege de hitte, maar gewoon vanwege de intensiteit en de focus van het team, uh, om, om morgen weer zo goed mogelijk aan de start te verschijnen. Ten slotte, er is over jou de laatste weken heel veel gezegd en geschreven, best wel kritiek geweest. Dat was uh, begin vorig seizoen ook zo. Toch is het gevoelsmatig is, is dit seizoen allemaal wat, wat, wat heftiger geweest dan hoe dat afgelopen jaar was, toen waren er ook twijfels. Hoe, uh, ja, hoe, hoe kijk je daar allemaal op, op terug? Zijn er dingen ook terecht gezegd en geschreven of vind je allemaal wel niet? Nou ja, je weet als je voor Feyenoord speelt, dat je altijd onder een vergrootglas uh, staat. En, uh, ja, ik ben gewend dat mensen altijd uh, een mening over me hebben. Uh, heel vaak positief en soms wel eens negatief en uh, ja ik ben wel een type die ook geleerd heeft om niet overal meer naar te luisteren en overal meer naar te kijken dus ik heb daar niet heel veel van meegekregen maar ja ik voel me prima ik, uh, ik bedoel we hebben het net over de resultaten die we tot nu toe hebben gehaald uh, uh, drie wedstrijden 8 uh, voor 0 tegen uh, en ik ben een onderdeel van dat team en ik ben uh, een de aanvoerder van dat team dus daar ben ik gewoon trots op uh, ja, dat ik uh, vorig jaar bijvoorbeeld al drie goals had gemaakt, en ook wat kritiek kreeg, uh, omdat ik nog geen veldgoals gemaakt heb. Ja, dat hoort er soms bij, maar uh, ja, ik weet van mezelf wat ik kan. Uh, hè, dat ik nooit 34 wedstrijden top zal spelen en 34 wedstrijden achter elkaar uh, doelpunten te maken. Maar ik weet dat ik altijd mijn doelpunten maak. Ook in deze positie, die toch ook wel weer iets meer teruggetrokken is, dan dat ik bijvoorbeeld vorig jaar aan het einde van het seizoen speelde. Maar ja, ik voel me prettig in deze positie. En het team, denk ik, dat uh, zich daar ook prettig in voelt. Uh, we geven weinig weg. We staan heel vast op het middenveld. We vormen echt een, een blok. En ik weet gewoon uh, ja, dat ik mijn doelpunten en mijn, mijn belangrijke assist wil gaan geven. Daar ben ik vorige week mee begonnen. En hopelijk kan ik dat morgen een vervolg gaan geven in de vorm van, uh, van het maken van het doelpunt. Uh, en, uh, ja, weet je, ik weet van mezelf uh, dat het altijd wel goed komt. Ja, het meest hardnekkige verhaal was natuurlijk dat jij niet gewisseld zou willen worden. Daarna ook niet, met, niet de pers te woord stond in die, uh, die wedstrijd tegen, tegen Twente. Dat was vooral wat bij de mensen bleef hangen. Kun je dat ontkrachten? Ja, of? Nou, maar het is toch heel gek dat uh, op het moment dat je een keer niet naar de pers toe gaat, dat uh, mensen daar gelijk een oordeel over hebben. En uh, bijvoorbeeld El Elia was die wedstrijd ook uh, gewisseld. En, ja, daar wordt dan wat minder over gesuggereerd. Uh, maar ja, ik heb zoiets, ja, die wedstrijd uh, ja, waren bijvoorbeeld uh, Jens en, en Nicolai uh, degene die eruit sprongen. En ja, op het moment dat, dat er iets positiefs aan de gang is, dan is, dat, ja, dan is het logisch dat die jongens wat meer uh, op de voorgrond uh, treden. En ik, had, uh, ik dacht van nou, ik sla gewoon een keertje over. En uh, nou, ja, ik heb vorig jaar al eens gezegd dat ik gewoon altijd alles wil spelen. En dat is ook de intentie die ik heb. Dat ik het maximale uit mezelf wil halen, dat ik belangrijk wil zijn en dat ik graag 90 minuten wil spelen. Maar de trainer bepaalt uiteindelijk altijd. En ja, dat je dan teleurgesteld bent dat je een keer gewisseld wordt. Ja, dat heeft elke speler die vroegtijdig naar de kant gehaald wordt. En dat is ook logisch. En dat moeten we met z'n allen ook hebben om het maximale uit onszelf te halen. Maar ja, ik denk dat iedereen mijn positiviteit kan zien als je hier op de trainingen rondloopt of hier in het stadion. Ja, weet je, ik doe gewoon alles om het maximale met het team uit Feyenoord te halen. En dat, dat gaan we ook doen. En daar zijn we ook heel erg uh, ja, mee bezig dit seizoen.